Toren is een 3D-platformgame die is gemaakt door de studio Swordtales. Ze komen uit Brazilië. En deze game is ook mede gefinancierd door de Braziliaanse overheid, de Ministerie van Cultuur. Dat brengt meteen heel erg veel gewicht met dit mee, want holy shit, best wel prominente mensen, uit Brazilië althans, die hebben hier geld in gestoken. Dus is het uiteindelijk waard om te spelen? Wat ik wel kan zeggen is dat je Toren niet echt per se om de gameplay hoeft te spelen, want alhoewel de game zichzelf promoot als een actieplatformer, het is het niet echt. Je speelt hierin als Moonchild, een meisje die als lot heeft dat ze een toren moet beklimmen om daar bovenaan een draak te bevechten die haar hele gemeenschap, de mensheid, haar wereld eigenlijk heeft uitgeroeid. Het is echt een soort sprookjesverhaal waar je doorheen gaat. En je moet dus ook niet echt verwachten dat als je hoort 3D-platformer, dat je meteen een Crash Bandicoot of een Ratchet & Clank gaat spelen, want zo speelt dit absoluut niet. Het is vaak namelijk zo dat je een cutscene krijgt, vol met sfeer, vol met magie. Vervolgens ga je een stukje lopen en doe je misschien 1 of 2 acties. Dit kan zijn een object van A naar B verplaatsen, misschien over een paar gaten heen springen, of zout in een aantal logo's strooien, wat mij heel erg doet denken aan de minigame uit de eerste Harry Potter game voor de PC waarin je spreukjes moest doen. Ik was daar tering slecht in. En daarna krijg je meteen weer een cutscene als het ware die het verhaal weer verder vertelt. Dus ben je echt op zoek naar een game, dan is Toren nu eigenlijk al niet meer de moeite waard. Maar het verhaaltje, het sprookje wat Toren probeert te vertellen, dat is wel echt fantastisch. Het zit vol met sfeer en je merkt dat de mensen die het gemaakt hebben, die gingen echt vanuit een soort kunst... oogpunt gingen zij deze game maken. Dit is ook typisch zo'n spelletje, dat is meer kunst wat betreft games, in tegenstelling tot Call of Duty, wat dan echt Michael Bay in Hollywood is, explosies en guns en chaos. Ik moet dan ook wel meteen zeggen dat Toren op heel veel punten beter gedaan had kunnen zijn. Ik bedoel, er zijn best wel veel glitches aanwezig. De gameplay die het biedt is heel erg klungelig. En wat ik jammer vind is dat de gameplay af en toe wel leuke ideeën verzint. Dat je bijvoorbeeld, je krijgt op den duur een zwaard en die moet je dan in de grond steken omdat de draak dan met zijn vleugels loopt te wapperen. Maar dit soort gameplay dingen, die leuke ideeën, die duren echt maar 20 seconden. Daarna komt er weer een cutscene en moet je weer wat anders gaan doen. Dus dat is best wel jammer. En als je met een ontzettend kritisch oogpunt naar deze game gaat kijken, dan is dit gewoon kut. Want nou ja, de gameplay is amper aanwezig, er zijn heel veel bugs en glitches aanwezig. De graphics zijn op zichzelf technisch gezien ook niet heel erg mooi. Maar op de een of andere reden heb ik daar tijdens mijn playthrough allemaal doorheen gekeken. Want de soundtrack alleen al is zo ontzettend mooi gedaan. En het is echt een sprookje. Het is echt zo mooi wat het vertelt, met af en toe echt van die pijnlijke momenten dat je bijna een traan in je oog krijgt die dan langzaam over je wang heen gaat. En ja, het is echt heel erg mooi gedaan in dat opzicht. Ik heb zelf 2,5 uur gedaan om de game uit te spelen en heb ook nog niet alles ontdekt. Er zijn nog een paar dingetjes, wat extra tekstjes, wat extra lore, wat extra kleine leveltjes die je kan unlocken door gewoonweg goed te zoeken in de wereld van Toren. Deze game moet je eigenlijk zien alsof je naar een soort arthouse film toe gaat, naar een filmfestival. Je kan wel explosies verwachten en goede special effects, maar eigenlijk weet je al dat je die niet gaat krijgen. Nee, het gaat vaak om het verhaal en de subtiele touches die het probeert mee te brengen. En Toren slaagt in dat opzicht. Want ben je echt op zoek naar een goede 3D-platform game, dan moet je deze game skippen.